hoorde je ook nog Hippie Poera van Kinderen voor Kinderen, want er is iemand jarig. En we hebben nu een interview met de enige echte Jeroen Kijk in de Vechten. Goedemorgen Jeroen! Hey Tim! Hallo. Hoi! Oh, wat een mooie introductie, dankjewel. Dankjewel, alsjeblieft. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, het is goed. Ja, we hebben vanochtend een vrolijk radio gemaakt bij Radio 2, dus... Ja. Het ligt nu heerlijk te chillen in een bubbelbad. Nee, lekker hoor, grapje. Ja, ja. Maar ik wil je nog compliment geven over de popquiz, want ik heb ook meegedaan. Oh, echt wat leuk. Ja. Ja, hoeveel punten had je? 16. Nou ja, nou een beetje oefenen, maar ik heb meer mensen gehoord die misschien niet heel veel punten hadden, maar wel een leuke avond hebben gehad. Zeker, ja. En dat was voor ons ook wel heel belangrijk, om gewoon eventjes zeg maar in... deze tijden die ook niet altijd even vrolijk zijn, om ook gewoon eventjes een keer een vrolijke avond te kunnen organiseren voor iedereen. En ja, ik heb het idee dat wel gelukt is. Zeker weten. Ik heb een paar vragen voor je. Oh, ja. Nou, kom maar op. Ik ben benieuwd. Ik wanneer... weet niet of ik heel goed ben hoor, maar toe maar. Wanneer ben je begonnen met radio maken? Oh, dat was eigenlijk toen ik al heel klein was. Ik denk dat ik fatsoenlijk kan denken. Dus een jaar of 4, 5. Zo. Al wel wist dat radio echt wel de plek was waar ik wilde zijn. Dus een heel oud filmpje dat mijn ouders ooit gemaakt hebben. Dat ik als klein jochie, als kleuter, met een microfoon in mijn hand zit. En mijn opa zit te interviewen. Dus dat zat er toen al in. En die fascinatie is nooit meer weggegaan daarna. Dus dat is altijd wel mijn focus geweest om dat te gaan doen. En waar heb je eerst radio gemaakt? Nou ja, dat begint... Ik denk dat voor iedere radiomaker geldt met gewoon heel veel luisteren. En dat dan, dan was ik 10, 11, ga je het nadoen. Ga je het naspelen, ging ik bijvoorbeeld... Als er nieuws op de radio was, ging ik die teksten opschrijven. En dan zelf voorlezen, weet je, wat wel op de radio geweest was. Of... naar programma's luisteren en dan proberen na te doen. Gewoon met een cassettedek en platenspeler en zo. En zo ontwikkelt dat dan een beetje door. En toen ik 17 was, toen zag ik een advertentie in de Veronica-gids staan dat ze jonge mensen zochten voor een radioprogramma. En toen heb ik daar een brief naar geschreven en toen mocht ik komen. Dus toen ik kwam van het een het ander eigenlijk. Wat leuk zeg. Ja. En ja, heb je Jan Willem Start-op bedacht? Nou, dat heb ik niet bedacht. Dat is eigenlijk gekomen omdat bij Radio 2 Gerard Ekdom altijd de ochtendshow deed. En die kondigde op een gegeven moment aan dat hij wegging. Ja. En ja, dan moet daar een nieuw programma voor bedacht worden. En ik was altijd al samen met Rob Stenders de vaste vervanger van dat programma. En toen hadden ze bedacht van misschien dat want Rob Stenders wilde dat niet voor vast gaan doen. Maar dat Jan Willem dat wij dat samen zouden kunnen gaan doen. En zo is het gekomen. Eigenlijk hebben we 2 weken een soort van proef gedraaid. En daar kwamen hele leuke reacties op. Dus toen zei Radio 2 van nou, ga het maar doen. Leuk zeg. Dus zo is dat gekomen. Ja, dat was heel bijzonder. Met name omdat, dat vind ik nog steeds heel bijzonder, dat er zoveel mensen zo enthousiast over waren. Dat is, en nog steeds zijn. Dus dat is echt te gek. Zeker. En welk interview vond je het leukst om te doen bij Radio 2? Oh joh, we hebben zoveel dingen gedaan. Dat is lastig. Want dan heb je natuurlijk de neiging dat je zegt, want we hebben Ed Sheeran vorig jaar gesproken. Uh-huh. Die nog eventjes heel nonchalant een primeurtje aan ons gaf dat hij een kerstplaat had gemaakt met Elton John. Ja, met Elton John, ja. Leuk was ook een hele leuke man om te spreken. Mm-hmm. Maar we hebben ook bijvoorbeeld met Maarten van der Weijden, weet je wel, die zwemmer die marathons zwemt. Hebben een heel stuk door Friesland gevaren achter hem aan in een boot, wat echt heel bijzonder was. Maar ook vooral heel veel luisteraars met hele bijzondere verhalen. Zodat we, laatst hadden we Henk aan de telefoon die in Oekraïne woonde en op de vlucht moest voor de oorlog. En we hebben zijn hele reis eigenlijk gevolgd. En dat is zo bijzonder dat we dat kunnen doen en dat ik mogen delen met luisteraars. Cool zeg. Ja. Echt mooi zeg. Ja, echt prachtig. Ja. Ja. Hoe vond je het om met Wie is de Mol te spelen? Ja, dat is heel bijzonder.
echt, Tim, als je daar nog eens voor gevraagd wordt, dan zou ik je zeker aanraden, doe het gewoon, want dat is het mooiste wat je meemaakt. Ik was even bij RTL vanochtend en daar kwam ik Diederik Jekel tegen en die heb ik leren kennen door Wie is de Mol. En ik denk, ja, dat alleen al dat, weet je, die vriendschappen die je eraan overhoudt, en dat hoor ik elk seizoen weer van de deelnemers, dat is zo bijzonder. Had jij de Mol goed dit jaar? Ik wist wie de Mol was. Oké. Ja, dat wist ik van tevoren al. Want de Mol heeft mij gebeld voordat hij op reis ging. Even om Jack en Hoy. Om tips te vragen. Dus ik wist het van tevoren al. Dus dan zit je wel met hele andere ogen natuurlijk naar het spel te kijken. Zeker weten. Ja. En wat vind je zo leuk al aan het Songfestival? Dat vind ik leuk, omdat het een heel vrolijk evenement is, waarbij het altijd gaat over smaak en over voorkeuren en over afschuwelijke liedjes en fantastische songs en vreselijke dansjes, maar ook te gekke acts en gewoon het hele samen beleven element vind ik ook heel leuk om met vrienden te delen van heb je die gehoord en wat vind je daarvan en nou dat is echt zo dat ze dat durven te sturen. Dat vind ik ook wel leuk, ja. Ja, precies. Dus dat is ook... Heb je al een favoriet voor dit jaar dan? Ik heb Nederland en Italië. Dat vind ik echt waar een hele goede keuze. Want dat denk ik... Ik weet niet of Nederland kans maakt om te winnen. Nee. Maar S10 doet het supergoed. Ook al bij de bookmakers. Die zijn ook helemaal fan. Maar Italië is echt zo'n prachtig nummer. Daar heb je helemaal zeker. Ik vind dat ook een heel prachtig nummer. Ja. Hij komt in mei trouwens aan, hè? Het Songfestival top 10 bij mij. Oh, is dat zo? Ja. En wat ga je doen dan? Alle 10e nummers draaien van het Songfestival die hebben gewonnen of net niet. Ja. En dan maak ik er een top 10 van en dan in de ochtendshow zend ik het uit. Maar dan volgens jouw persoonlijke smaak? Ja, mijn persoonlijke smaak, ja. Ja, nou, hartstikke goed. En heb jij al een top 3? Voor dit jaar? Ja. Nou, voor mij persoonlijk zou ik dan zeggen... Italië ben ik met je eens op 1. En dan zou ik S10 op 2, want het is toch een heel mooi, bijzonder liedje. Uh-huh. En dan Zweden op 3. Zweden op 3, heb jij die al gehoord? Ja, zeker wel. Ja. Die is niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor natuurlijk al bekend geworden. We zitten weer super goed in elkaar. Zeker, en S-Team was laatst nog de popsong bij jullie. Ja, ze was van de week nog zelfs bij ons in de studio, heeft het liedje nog live gezongen. Gaaf, cool. Ja, dat was heel mooi. En dat was ook wel voor mij een soort overtuiging, want ik zag het haar doen. En ze kwam later nog naar me toe, zei ze, ja, ik was niet zo goed bij stem en het was allemaal niet zo heel zuiver. Maar ik zei, maar ik merkte dat zelfs voor dat liedje niet eens zo heel belangrijk is, want... Zeg maar, het gaat om de intentie die erin zit en wat het met je doet als je het zingt. En dat zit gewoon helemaal goed. Ja, geweldig. En wat vind je van een doelgroep radio zoals Grimiva? Ja, fantastisch toch? Ja, zeker. Dat is toch, weet je, als je... Het radio bestaat alleen maar omdat er publiek is dat ernaar wil luisteren. Mm-hmm. En of je nou een miljoen luisteraars hebt of je hebt 10 luisteraars. Weet je, als je 10 luisteraars blij maakt met wat je doet, dan ben je gewoon hartstikke goed bezig. En dan heb je meer dan genoeg bestaansrecht om er te zijn en om je programma te maken. Applaus. Dank u. Alsjeblieft. Dank u wel. Heel aardig, heel vriendelijk. Dank je wel. Oh, was het interview? Nee. Oh. Nee, maar dat is toch... Ja, weet je, ik denk dat je het verschil ook niet merkt. Of je nou voor een klein publiek of voor een groot publiek. Mm-hmm. Het is vooral dat je er zelf de lol in moet hebben. En als je dat kunt delen en overbrengen met luisteraars, dat is natuurlijk het allermooiste dat er is. Zeker. En wat vind je nou zo leuk aan ABBA? Nou ja... Bij ABBA komt natuurlijk alles samen. Zweden en het Songfestival en goede muziek en disco. Nee, dat gebeurt nog wel eens hoor. Op een dag als vandaag, als de zon schijnt en ik zit lekker in de auto met de ramen open. Nou dan... Ga je ABBA opgooien. Juist. Ja, en jij wil altijd in de top 2000 trouwens ABBA heel hoog hebben. Ja, maar daar ga ik niet over. Hè. Dat is...
Nee, ik dat, weet dat, het. Dat zijn de luisteraars van Radio 2 die dat bepalen. Dat is niet aan mij, maar vorig jaar, even uit mijn hoofd, 23 keer? Ja, zoiets. 23 ja. vind ik ja. iets te weinig. Nog te weinig zelfs? Ja. Oké. Okay. Nou ja, voer campagne zou ik zeggen. Ja, is goed. Ja, ja, top. Ja. En mijn laatste vraag is, welke plaat kocht jij toen je klein was op cd of LP? Mijn allereerste singeltje dat ik kocht, en dat was echt zo'n LP-single, zeg maar, was van Madonna. Ja. En dat plaatje heette La Isla Bonita. Oké. Okay. En die kostte 6 gulden en, dat, en ik heb hem nog steeds. Hij zit wel vol met krassen ondertussen, maar nog steeds. Madonna, zal ik draaien voor jou? Madonna. Ja, je wil heel graag. Daar zou je me groot plezier mee doen, Tim. En wat voor nummer van La... Alisa of zoiets. La Isla Bonita. Oké, okay. Interessant. Er wordt druk gezocht, hoor ik al. Ja, klopt. Ik begin met een bongootje. Ja, een bongootje. Ja. Van Madonna. Een bongootje van Madonna. Zeker. Mooi zo. Ja, dat dacht ik. Nou, ik vond het supergezellig, man. Dankjewel. En je verzoekplaat komt eraan. Nou, te gek. Dat vind ik heel leuk. Daar word ik blij van. Zeker. Leuk. Hey, dankjewel voor de tijd, man. Alsjeblieft, hè. Jij ook, hè. Goed zo. Ik spreek je. Succes met de show. Dankjewel. Jij ook.